Heb je al de nieuwe deelfietsen gespot? Ze staan in Kokseide op twee plaatsen, aan het station en aan het gemeentehuis. Je moet je registreren op de Mobit-app. Dan betaal je een waarborg van €29 en eenmalig een startbedrag van €5. Het eerste jaar is eigenlijk gratis voor iedere gebruiker. Dus de mensen kunnen de fiets openen en krijgen eigenlijk een gratis pas voor de fiets 4 uur te gebruiken. Deze periode loopt nog tot eind oktober 2020. Daarna zal eigenlijk de gewone prijs 45 cent per 20 minuutjes bedragen. Het is een project samen met de Pannen en Veurne. Je kan dus naar die gemeente fietsen en de fiets daar achterlaten. Je moet hem wel op de juiste parkeerplaats achterlaten. Alle fietsen zijn voorzien van een GPS-tracking. Dus eigenlijk kunnen we via onze software allemaal nagaan waar dan die fietsen gelokaliseerd zijn. Downloaden dus die app en rijden maar.